De Viva bestaat 40 jaar. Een populaire rubriek uit het vrouwenblad is Anybody, waarin vrouwen en mannen zich blootgeven. Ter gelegenheid van het jubilerende tijdschrift probeert Man met Hond vandaag de mensen te verleiden om voor onze camera ook iets van zichzelf bloot te geven. Zou u dat ook niet eens een keertje willen, mevrouw? Nee, griezelig. Zou u ook niet een keertje... Wat wil je nou, tegen iemand van 88? U bent een stel? Ja, ja? Al 50 jaar. Al 50 jaar samen? Ja. En u heeft zich nooit opgegeven voor de rubriek Anybody in de Viva? Wil ze toch niet zien? Nee, wat wil je? Ik ben bij je helemaal niks meer, hoor. Oh, is je bij u helemaal... Nou, nee hoor, zo erg. Was maar zo tot zo. Oh ja? Ik ben bijna 50, dus op zich heb ik geen klagen. Ja. Maar vrouw van 50 naakt, laat maar. Want wat vindt u het mooist aan uw lichaam? Wat vind ik het mooist aan mijn lichaam? Mijn volgevel. Daar bent u... Ja hoor, voor een 50er, ja, is wel. En het is puur natuur? Puur natuur. Ja? Ja. Kijkt u ook graag naar uw man als hij naakt is? Nee, ik weet het niet. Ik ben bijna naakt. We zijn bijna 60 jaar getrouwd. Ik ben wel een beetje klaar met kijken. Denk ik. Ja. Ja, bent u erop uitgekeken? Ja. Ja. Niet op uitgekeken, maar het hoeft niet zo nodig. Nee. Is er iets aan uw lichaam wat u wel zou willen veranderen? Oh ja, heel veel. Maar dat noem ik niet op. Oh, is het een hele waslijst, ja? Ja. Nou? Ja, ik ben nooit zo tevreden met mezelf geweest. Oh. En wat springt er het meest uit? Of nee. Zegt, nou, dat moet echt, daar moet meteen iets aan gebeuren. Dat ga ik echt niet zeggen. Nee, echt niet. Waar bent u trots op? Op mijn poenie. Op u wat? Mijn poenie. Hoezo? Wat scheelt? Dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Ja? Vind ik wel. Okay. Ik heb een mooie kut. Dit is mijn lijf. Er zit van alles aan. Twee armen met twee handen. Kijk ze gaan. Twee oren om te horen. Twee ogen om te zien. Eén neus om mee te ruiken. En friemelvingers tien. De Viva bestaat vandaag 40 jaar. Oké, nou dat is heel lang geleden dat ik die heb gelezen. Ja? Ja, heel lang geleden. Toen waren we nog jong. Maar dan herinnert u zich dit nog wel, hè? Ja, zeker. Zou dat ook iets voor jullie Nee. Nou, als ik grotere borsten had, misschien wel. Oh ja, ja. Bent u een beetje onzeker over uw borsten? Ja, heel erg, ja. Ze zijn te klein? Ja, ik ben een beetje afgevallen. Dan, dat is dan het eerste wat platter wordt en je achterwerk. Ja, ja. Wat scheelt hij aan? Hè? Dat hij een beetje meer ronder zou moeten zijn, een beetje voller. Is er ook iets waarvan je zegt, nou dat had wel iets mooier gekund of iets? Jawel. Ja, wat? Mijn been. Dus dat vindt u minder mooi? Ja, want mijn been is ook veel dikker. Ja. Als u bloot zou gaan, hè, waar bent u dan het meeste trots op? Op mijn benen, ik heb hele lange benen. Oh ja, laat eens zien. En bent u ook blij met uw billen? Nou, redelijk. Ja?